Goedendag, mijn naam is Erwin Dessijn. Ik ben de Chief Investment Officer van Capital at Work. We komen aan het einde van het eerste kwartaal van 2019. Tijd om u een update te geven over de financiële markten en de strategie bij Capital at Work, hoe wij daarop inspelen. Laat mij beginnen met een commentaar te geven op de rendementen in Europa. Twee zaken die samenkomen hebben ervoor gezorgd dat een beetje tegen de verwachting van heel velen de rentevoeten in Europa verder zijn gedaald. Aan de ene kant hebben we de duidelijke boodschap gekregen vanuit de Europese Centrale Bank dat renteverhogingen in 2019 niet moeten worden verwacht. En dat was geïnspireerd door een tweede zaak die eigenlijk samenkomt. Dat is een groeivertraging in Europa die in het vierde kwartaal toch redelijk duidelijk is geworden. Duitse economie die vertraagt, Franse economie die vertraagt en rentevoeten zijn daardoor eigenlijk verder blijven dalen. Vanuit het perspectief van gebrek aan groei in Europa, inflatie die zeer laag staat. En eigenlijk het eindspel is dat we vandaag de dag in Europa rentevoeten hebben die, ja, ze zijn gejapanificeerd, om het zo te zeggen. We zitten met rentevoeten zoals ze die in Japan al meer dan twee decennia kennen, eigenlijk rond de nul. Groot verschil met de dollarzone, waar dat in de maand november na de zoveelste renteverhoging, de negende al van de Amerikaanse Centrale Bank, gedreven door een sterke groei van die Amerikaanse economie, ja, waar dat de tienjaarsrente op 3,2% zat. Wij vonden dat op die moment echt wel waarde in het huidig punt van de economische cyclus. En we hebben dan ook binnen onze portefeuilles de duratie in de dollarzone fors verhoogd tot boven de 7 jaar. Misschien vanuit de obligatiestrategie bij Capital at Work ook een korte toelichting daarover. Wij zitten toch voor de helft van onze obligaties belegd in de dollarzone. En we profiteren met andere woorden volop van de rentedaling van 3,2% op korte tijd naar 2,5% de voorbije weken. We hebben nog altijd 1/3 belegd in de eurozone, waar onze obligatierendementen ook worden ondersteund vanuit een dalende rente. En interessant is toch ook een diversificatie die we hebben buiten het dollar- en het euroblok in munten zoals Noorse kroon, Australische dollar, Canadese dollar. Noorse kroon is bijvoorbeeld een interessant fenomeen. Het is de enige centrale bank die in het eerste kwartaal van 2019, net vorige week, haar rentevoeten heeft verhoogd. Vanuit een economie die fors aantrekt, die tekenen van oververhitting toont. Rentevoeten zijn onverwacht vorige week verhoogd geweest en die Noorse kroon is ondertussen toch sinds begin van het jaar met een 4% geapprecieerd ten opzichte van de euro. Wat betreft een update op de aandelenmarkten zou ik eigenlijk gewoon willen aansluiten op de videoboodschap van het einde van 2018. Waar we stelden, we zaten midden in toch een forse daling van de aandelenmarkten die gedreven werd door China, Brexit, zorgen rond de Verenigde Staten, Amerikaanse renteverhogingen, Italië. We hadden dat eigenlijk onder een soort van conceptnaam samengevat onder Wall of Worry. Het is duidelijk dat, in het vierde kwartaal van 2018 die Wall of Worry de bovenhand heeft genomen en eigenlijk gezorgd heeft voor een soort van veralgemeend pessimisme bij aandelenbeleggers wereldwijd. De ommekeer die zou ik ook willen samenvatten onder de volgende term. Dat is de combinatie van de pressconference en een tweet. Wat bedoel ik daarmee? We hebben gezien dat op het moment dat er terug wat zonnestralen doorheen dat wolkendek zijn beginnen schijnen, dat er een ommekeer is gekomen. We kunnen die zelfs heel precies aanduiden. Dat was de periode 4-25 december. Combinatie, zoals gezegd, van een pressconference, de pressconference van de Amerikaanse Centrale Bank, waar dat de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Powell, stelde, wacht, die renteverhogingen waarvan wij hebben gezegd dat die er zeker gaan komen in 2019, die zijn van de tafel. We zullen zien hoe dat Amerikaanse economie groeit volgend jaar. En met andere woorden, dat alleen al heeft gezorgd voor een ommekeer in het investeringsklimaat, wat ondertussen in het eerste kwartaal van 2019 alleen maar is bevestigd geweest door de Amerikaanse Centrale Bank. Renteverhogingen dit jaar komen er in Amerika alvast niet. Pressconference, de tweet uiteraard van Trump, die op dezelfde moment tweette dat de onderhandelingen met betrekking tot de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten de goede richting uitgingen. Wat ondertussen de voorbije maanden ook verschillende keren bevestigd is geweest, waren natuurlijk twee belangrijke blokken in die Wall of Worry, waar dat er toch een soort van optimisme terecht kon terugkomen. En we hebben gezien sindsdien dat de aandelenmarkten van dat dieptepunt op 4-25 december staan we ondertussen 20% hoger.
2350 in de Amerikaanse S&P 500. We staan vandaag rond de 2800. Wat wil dat zeggen? Going forward voor een aandelenstrategie? Wel, laat het besef in ieder geval goed doordringen dat in de eurozone de rentevoeten nog lang rond die nul waar dat ze vandaag staan gaan blijven. Met andere woorden, voor mensen die in obligaties belegd zijn, mensen die hun geld niet aan het werk zetten, die op spaarboekjes geld hebben staan, u weet wat uw verwacht rendement gaat zijn, dat is 0%. En met andere woorden, dat leidt ons naar equities, aandelen, waar dat alleen al de dividenden die worden uitgekeerd door de bedrijven in Europa gemiddeld toch 2,5 à 3% zijn. Eigenlijk kunnen we het ook simpel samenvatten met een Engelse term. Equities are the only game in town. Een belangrijke reminder als afsluiter voor heel dit verhaal is toch opnieuw, volatiliteit is onvermijdbaar. We zitten momenteel toch wel in een grote onzekerheid, bijvoorbeeld wat betreft Brexit. Dat zou een perfecte aanleiding kunnen zijn voor terug forse koersschommelingen op een bepaald moment verder in dit jaar. Maar op de iets langere termijn, met die dividendrendementen van 2,5-3%, de free cashflow yields die toch nog een stuk daarboven liggen, denken wij dat voor het opbouwen van een vermogen aandelen een onvermijdbare bouwsteen zijn in een totaal patrimonium. Capital at Work. Zet uw vermogen aan het werk.